dan proef je de zilte smaak van de haring. Die zo, en je ziet het, hij is gewoon lekker rood op de graat. Dat betekent, ja, zo bij zijn moeder natuurlijk, zo lekker. Groen, de nasmaak is lekker. Iets fantastisch gewoon. Wat is jouw geheim? Je moet lief zijn, ja, heel lief zijn voor je product en dan, ja, dan komt het zelf naar je toe. En dat heb ik meegekregen van huis. Ik zit al vanaf mijn 14 in die haring, dus ik weet wel hoe een haring daar door te zien. Als ik een emmer open trek, zie je aan de pekel al van oké, dit is al een goede emmer. De haring komt bevroren binnen, dat moet, dat is verplicht, want er zit een parasiet in, dat kan niet anders, anders kom je niet aan. En het rijpen, dat gebeurt eigenlijk in je koelcel. Eigenlijk is het een vorm van bederf en dat geeft de smaak aan haring. En hoe verder dat proces is, ja, hoe verder dat enzymatisch proces ook gaat natuurlijk. Dus dat is wel een beetje het kunstje van ja, je klanten aanvoelen van hey, dit vinden ze lekker, nu is je klaar. Dus het geheim is de timing. Juist, de liefde die moet je geven. Gauw klaar. Ze zei was tegen mij, moet je nou weer naartoe? Ik zei, ik moet even naar de werkplaats. Wat dan? Ik zei, ik moet even keren, even wentelen. En nu zit daar ook nog een heel panel van een man of 10, 15 geloof ik zelfs. En dus je haring wordt door 15 man geproefd. Dus het is een veel beter beeld van hoe je product is. Dus ja, ik ben daar heel erg blij mee. Nou, zo gaat hij vanavond ook naar de testers toe. Alleen dan zonder uien, denk ik.